De grote sprong voorwaarts en de culturele revolutie waren grootste plannen van Mao Zedong, maar die echt desastreus hebben uitgepakt voor de Chinese bevolking. En er moet dan ook iets veranderen in China. Nou, dat zullen we nu gaan gebeuren in de jaren 70, als er moderniseringen plaats gaan vinden. Want ja, aan het begin van de jaren 70 gaat het dus niet goed met China. Zit China bijvoorbeeld internationaal gezien in een isolement? Ze hadden toenadering gezocht tot andere niet-gebonden landen, hè, in Latijns-Amerika en Afrika en in Zuidoost-Azië. Maar ja, feitelijk wilde geen van de grootmachten in de wereld echt iets met China te maken hebben. En daar moest verandering in komen, vonden de Chinezen. Dus er gaat toenadering gezocht worden tot de Verenigde Staten. In 1971 vindt er in China, in Beijing, een tafeltennis-interland plaats tussen China en de Verenigde Staten. Dat is echt een heel groot ding. Nou ja, dat zie je ook wel aan die foto daar links. En een jaar later zien we de Amerikaanse president Nixon samen met zijn vrouw over die Chinese muur wandelen. En dat is het eerste officiële bezoek van de Amerikaanse president aan het communistische China. Waar komt die toenadering vandaan? Waarom wilden ze dat allebei zo graag? Nou ja, voor China was dat omdat ze angst hadden voor de macht van de Sovjet-Unie. Dat was toch de communistische grootmacht, hè? En China kwam daar wat dat betreft toch pas op de tweede plek. En ja, de Sovjet-Unie grenst ook aan China, zat te stoken in die communistische wereld en China wilde sterker staan ten opzichte van de Sovjet-Unie. Voor de Amerikanen lag er iets anders aan ten grondslag, namelijk de Vietnamoorlog. Daar hebben wij het nog helemaal niet over gehad. Maar er was een oorlog bezig, ook zo'n typisch koude oorlogconflict, waarbij het kapitalistische Zuid-Vietnam gesteund werd door de Verenigde Staten en het communistische Noord-Vietnam gesteund werd door de Sovjet-Unie en door China. En met name dus ook door China. En de Amerikanen wilden die oorlog eindigen, want die waren zelf mee gaan vechten. En ja, dat liep helemaal op niks uit. Kost alleen maar slachtoffers. Wilden ze een eind aan maken, maar ze wisten, oké, als we Noord-Vietnam op de knieën willen krijgen, dan moeten we grote broer China ook zien om te turnen. Dus daarom dat er toenadering gezocht werd. Nou, en dat werkt allemaal voor de Amerikanen, want er zal uiteindelijk een soort van einde komen aan die Vietnamoorlog. En voor de Chinezen ook zeker, want die krijgen met Amerikaanse steun een eigen vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. En waar daar eerder Taiwan in zat, in die Veiligheidsraad, daar hebben we het een aantal video's terug over gehad, toen die Chinese regering gevlucht was naar Taiwan, zien we nu dus dat China, het communistische China, die plek krijgt in die Veiligheidsraad. En China telt ineens weer echt mee in de wereld. Ja, en dit opent al allemaal mogelijkheden om de koers van China te veranderen. En als dan in 1976 Mao sterft, hè, hier zien we hem, ja, dan betekent dat eigenlijk ook het einde van de grote invloed die Mao had en ook breken met het gedachtegoed van die culturele revolutie. Dat wordt echt achter zich gelaten. Wat betekent dat dan? Nou ja, allerlei vertrouwelingen van Mao, hè, in de communistische partij, in die CCP, die worden gearresteerd en die worden eigenlijk weggemoffeld uit de samenleving. En mensen die eerder juist weggemoffeld werden uit die samenleving, slachtoffers van die rode gardisten tijdens die culturele revolutie, wat we hier dus op die foto rechts ook weer zien gebeuren, ja, die worden gerehabiliteerd, die worden in eer hersteld, die worden vrijgelaten en die kunnen hun leven weer oppakken. De koers die China in gaat zetten, die zal toch echt gaan veranderen. En de persoon die daarvoor verantwoordelijk is, dat is Deng Xiaoping. Hij wordt de nieuwe leider van de Chinese Communistische Partij. En Deng Xiaoping die ziet dat er in China flink wat moet veranderen. Wil China vooruitkomen? Wil China bijblijven sowieso? En hij voert 4 moderniseringen door. Hij wil China wat liberaliseren, wat vrijer maken, wat minder streng communistisch. En de eerste modernisering vindt plaats in de landbouw. De volkscommunes worden nog verder afgezwakt en er komt meer ruimte voor de vrije markt. Dat wordt dus iets kapitalistischer. En Deng Xiaoping vindt ook dat China echt een technologische en een wetenschappelijke ontwikkeling door moet gaan maken. Dus op het gebied van wetenschap en techniek wordt er ook een aantal zaken gemoderniseerd. Steeds meer internationale samenwerking. En China kruipt uit zijn isolement. En het wordt echt gestimuleerd voor Chinezen om in het buitenland te gaan studeren, om daar allerlei kennis op te doen en die dan mee terug naar China te nemen. En we zullen later ook gaan zien dat dat echt wel goed is geweest voor de Chinese economie en voor de Chinese productie. Ja, en daarover gesproken, ook de Chinese industrie moest gemoderniseerd worden. En dan zie je dat ook daar meer ruimte komt voor de vrije markt en dat er speciale economische zones worden ingesteld. En dat is iets wat China echt heel erg vooruit gaat helpen. In China, met name aan de kustgebieden, worden speciale gebieden aangewezen, steden en omliggend gebied, waar dus één specifieke industriële sector echt bevoordeeld wordt en echt geconcentreerd wordt, die echt heel vrij en kapitalistisch mag gaan handelen. En zo krijgt die sector ook een enorme boost. Ja, en je bent natuurlijk geen groot sterk land zonder een groot en sterk leger. Dus Deng Xiaoping vond ook dat het leger gemoderniseerd moest worden. Hè. Er moest een moderner leger komen met modernere wapens. Ja, en hiermee, vanaf eind jaren 70, wordt de modernisering van China ingezet. En dat zal grote gevolgen hebben voor ja, de meer recente geschiedenis en de huidige wereld waar we in leven. Maar goed, dat zullen we in de laatste paar video's gaan zien.